de eerste dag van juni, toen jij op de wereld kwam, was het echt wel even slikken in dat zaaltje in Schiedam. Want een topuitgangspositie leek nou niet bepaald jouw deel. Toen jouw leven ging beginnen, dat was best emotioneel. Als het ging om weinig dansen, zat jij op de eerste rang. Niets was meer vanzelfsprekend, toekomst leek een martelgang. In de jaren die er kwamen, was er vreugde en verdriet. Maar je kon het niet vertellen, want het praten lukte niet. Hoe zie jij de wereld, Aldo? Wat gaat er toch in je om? Kun je me eens laten weten hoe ik daar ooit achter kom? Wat jaren zijn verstreken sinds die eerste junidag. En ik twijfel soms een beetje of ik het wel denken mag. Dat ik er best mee kan leven zoals nu de dingen gaan. Ook al zijn een boel illusies wel verdwenen langzaamaan. Ik vind steun bij de gedachte dat het ook veel erger kan. Want je hebt je toch ontwikkeld tot een leuke jonge man. En soms doe je me versteld staan als je iets heel goed doorziet. Waaruit blijkt dat je